Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik mijn gelezen boeken van februari met je bespreken. In februari las ik 5 boeken en in deze video ga ik je vertellen wat ik van de boeken vond. En uiteraard geef ik ook wat meer informatie over het verhaal van deze boeken. Dus mocht je benieuwd zijn naar de boeken die ik heb gelezen in februari, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Alles komt goed en is geschreven door Mirjam Aarts. Dit boek gaat over Merel en Merel die heeft eigenlijk een hele grote droom en dat is het starten van een bed and breakfast in Frankrijk. De plannen die worden ook concreet, want ze heeft samen met haar vriend een gebouw gekocht en de plannen om daarheen te gaan verhuizen zijn ook al echt gesmeed en daardoor komt het vertrek steeds dichterbij en Merel kan eigenlijk niet wachten om dat te gaan doen. In Nederland is zij lerares, maar ze heeft het op een gegeven moment ook wel een klein beetje gehad met die baan, omdat ze gewoon heel erg al met haar hoofd bij die bed en breakfast zit. Er is echt nog wel heel veel werk aan de winkel, maar samen met haar vriend ziet ze dat helemaal zitten. Alleen dan dropt haar vriend een bommetje en hierdoor moet ze een keuze maken die hartverscheurend is. Want wil ze voor haar relatie gaan of wil ze toch voor haar droom gaan? Na veel wikken en wegen besluit ze toch om haar eigen droom achterna te gaan en de sprong te wagen om in Frankrijk die bed en breakfast van de grond te krijgen, al moet ze dit nu dus in haar eentje doen. Zodra ze in Frankrijk aankomt, zijn de problemen eigenlijk toch wel veel groter dan ze had gedacht. Het ene probleem naar het andere probleem stapelt zich op. En dan heeft ze ook nog eens een buurman die heel nors is en eigenlijk haar ook totaal niet met open armen heeft ontvangen. En het idee van een bed en breakfast totaal niet ziet zitten. Ze ontmoet dan ook een plaatselijke bakker en het is een charmante man. En die verovert haar hart met citroen merengue gebakjes. En hij is ook heel erg behulpzaam, want hij wil haar bij van alles helpen en zelfs vrienden van hem die kunnen haar helpen bij het opzetten van die bed en breakfast. Gelukkig heeft ze ook een hele goede vriendin die samen met haar vriendin ook weer naar Frankrijk afreist om haar zoveel mogelijk te helpen. Dan gebeurt er eigenlijk een onverwachts gebeurtenis en daardoor zou de droom van Merel alsnog verwoest kunnen worden. De grote vraag is dus ook, komt alles goed? Want Merel ziet het op een gegeven moment ook allemaal niet meer zo helder voor zich. En ze worstelt ook een beetje met haar gevoelens die ze een beetje aan het ontwikkelen is voor deze bakker. Dat is eigenlijk een beetje het grootste globale verhaal van dit boek. Er gebeurt nog veel meer. Ik vond het echt een heel erg mooi boek om te lezen. Ik ben zelf nog nooit in Frankrijk geweest, maar hoe het omschreven werd, is het gewoon allemaal heel erg mooi. En ik vond het gewoon wel een heel erg mooi boek om gewoon te lezen. En ook omdat de vriendschappen in voorkomen die dan heel hecht zijn. Ja, ik vond het echt een heel erg mooi boek en zeker een aanrader. Het tweede boek wat ik heb gelezen is het boek Ik vind jou leuk en is geschreven door Evelien Heijnen. Dit boek gaat over Julia en Julia die heeft een hele grote wensenlijst om de ideale man te vinden. Alleen deze wensenlijst is zo absurd, daar kan geen man aan voldoen en ze moet het dan ook onder ogen zien dat ze deze lijst misschien maar eens een keer moet gaan schrappen. In eerste instantie vinden haar vriendinnen het nog wel grappig, maar later blijkt toch ook wel dat ze het heel erg overdreven vinden hoe zij omgaat met deze lijst. Want ze heeft de ene naar de andere date en het is allemaal een fiasco. Ze heeft zelfs afgesproken in een restaurant met een serveerster dat als zij bepaalde tekens geeft, die serveerster weet dat die hele date niks wordt en dat ze eigenlijk bij die date weg wil. Maar ook elke keer nadat zij een date heeft gehad, wordt die wensenlijst dus aangevuld. En
ja, daardoor wordt het vinden naar de perfecte partner natuurlijk nog lastiger. Dan ontmoet ze Rowan. En deze man die zorgt direct voor vlinders in haar buik. Ze ontmoet deze tijdens een uitje die ze hebben van de school. Een soort teambuildingsuitje om beter om te gaan met je collega's. En alleen dan is er één groot nadeel. Want Rowan die scoort niet zo hoog op de lijst van Julia. En hoe beter Julia hem leert kennen, hoe minder vinkjes hij afvinkt op haar lijst. Dit is ook niet hoe ze haar toekomst eigenlijk voor ogen had. En de grote vraag is ook eigenlijk of dat ze de illusie van de ideale man aan de kant kan schuiven. Als er dan ook nog eens een heel erg groot misverstand bestaat, omdat zij denkt dat deze Rowan arts is en hij dat niet blijkt te zijn, zorgt dit voor een best wel grote ruzie. En ja, moet Julia toch echt wel bij zichzelf te raden gaan of dat ze die lijst aan de kant kan schuiven en voor Rowan wil gaan of dat ze echt door wil zoeken naar de ideale partner. Ik vond het een heel mooi boek, maar op een gegeven moment dacht ik wel, als je dan weer elke keer het lijstje aangevinkt zag worden of aangevuld zag worden van, meid, dit is niet realistisch. Maar goed, het is natuurlijk een boek, dus het is ook niet realistisch, maar dat kon je soms een beetje aan irriteren. Dat had ik dan. Het derde boek wat ik heb gelezen is Ik lust jouw rouw en is dus ook geschreven door Eveline Heine. En die komt dus uit dezelfde reeks, want deze personages komen ook voor in boek 1. Dit boek gaat over Charlotte. Charlotte die heeft eigenlijk een vreselijke hekel aan intimiteit. En ze heeft daardoor met haar vriend Bart een aantal jaar geleden een compromis gesloten. Dat hij door de week thuis blijft, maar dat hij in het weekend vrij is om de bloemetjes buiten te zetten. Ze vond dat eigenlijk een prima plan, want zo ontkwam zij aan de intimiteit en kon hij die buiten de deur vinden. Als haar vriendinnen er dan ook steeds op wijzen dat Bart steeds vreemd gaat en dat ze maar vinden dat Charlotte van deze man af moet, kan Charlotte op een gegeven moment het geheim ook niet meer voor zich houden dat ze hierover een compromis heeft gesloten en dat zij dit eigenlijk wel prima vindt. Alleen dan komt Bart toch tot de conclusie dat het beter is om uit elkaar te gaan, omdat hij toch eigenlijk het complete plaatje wil. Dus gewoon niet zoals ze het hebben afgesproken. Hij is daar wel een beetje klaar mee. Charlotte vindt dat op dat moment eigenlijk best wel lastig. Maar dan komt ze ook Thijs tegen. En Thijs kent ze nog van vroeger. En ze heeft eigenlijk een beetje een hekel aan deze jongen. Omdat er vroeger dus wat dingen gebeurd zijn waarvan zij eigenlijk nog een nare smaak in haar mond heeft. Als zij dan ook op een gegeven moment in een gesprek komen waarin zij aangeeft dat zij niet van intimiteit houdt, is Thijs ervan overtuigd dat hij haar wil laten inzien dat het wel fijn en leuk kan zijn. Charlotte is hier eigenlijk in eerste instantie niet zo happig op, maar uiteindelijk geeft ze toch wel toe. Alleen geeft Thijs ook heel duidelijk aan dat hij niet open staat voor een relatie. Hoewel er wel aantrekkingskracht tussen deze twee zitten en ze elkaar ook elke keer wel weer tegenkomen, is toch wel de grote vraag in het boek of Thijs uiteindelijk toch de sprong durft te wagen om het meer te laten worden tussen Charlotte en hem. Inmiddels hebben ze elkaar weer wat beter leren kennen, zijn er ook wel dingen van vroeger uitgesproken en is het eigenlijk toch wel gewoon de... Ja, blijft de grote vraag of dat deze relatie een toekomst zou hebben. Ik vond het wel een mooi boek. Helemaal omdat ik op een gegeven moment ook wel heel erg benieuwd was naar het verhaal van Charlotte. Omdat je dus haar in het eerste boek al tegenkomt. Dus ik was ook wel benieuwd wat hier precies achter stak. Dus ik vond het een leuk boek. Het vierde boek wat ik heb gelezen is het boek Ik Vrouw van Jou. En is dus ook geschreven door Eveline Heine. En dit is het laatste boek uit deze reeks. Dit boek gaat over Maud. En Maud die viert het leven. Haar relaties doet ze niet, want ze is happy single. Maar ze maakt wel plezier, zeg maar. Ze vindt het eigenlijk wel fijn om wel de lusten te hebben, maar niet de lasten van een relatie.
Maud is ook iemand die op een persoon valt. Dus ze heeft geen voorkeur of dat het een man of een vrouw is, maar een persoon. En ze kan het dus met beide geslachten eigenlijk wel goed vinden. Dan krijgt ze een nieuw kindje in haar klas. En zijn moeder ontmoet is eigenlijk een beetje van de kaart. Dit is Claudia. En tijdens de intake gebeuren er al wat dingen. En het hart van Maud gaat eigenlijk wat sneller slaan. Omdat ze Claudia wel heel erg leuk vindt. Ze probeert dan ook eigenlijk elke keer om een glimp van Claudia op te vangen. En ze krijgen op een gegeven moment zelfs een beetje app-contact. Omdat dit echter eigenlijk niet volgens de regels van de school is, houden ze het ook wel heel geheim. En willen ze er ook geen label aan plakken. Omdat Claudia het eigenlijk ook wel alleen vindt prima en zij worstelt met wat andere problemen. Elke keer als ze elkaar ontmoeten, kan Maud Claudia niet meer uit haar hoofd zetten. En hoewel haar verstand zegt dat ze zo ver mogelijk bij haar uit de buurt moet blijven, vindt ze dat toch wel heel erg moeilijk. Ze probeert zichzelf weer te focussen op uitgaan met andere mensen, maar haar gedachten blijven teruggaan naar Claudia. Merkt ze ook dat het zoontje van Claudia toch wel wat problemen heeft, omdat hij heel graag een vader in zijn leven wil en die heeft hij niet. En als je er dan ook achter komt wie de vader van de jongetje is, wordt het ineens een heel gecompliceerd verhaal, moet ik zeggen. Ik vind het dan ineens heel erg lastig worden en daar had ik een beetje moeite mee met het begrip. Als dit jochie dan ook nog eens een keertje verdwijnt van school, zijn ze in alle staten en weten ze niet waar ze zoeken moeten. En is het toch echt wel hoog tijd om de waarheid aan het licht te brengen. Of er voor Claudia en Maud dus ook nog een happy ending in zit, dat laat ik in het midden. En ik zal uiteraard ook niet vertellen wie de vader van dit jongetje is. Want ik vond het best wel een schokkende onthulling. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Zuiderse Hitte en is geschreven door Natasha Madison. Ik moet hier gelijk bij zeggen, ik heb dit een beetje verkeerd gedaan. Want ik dacht dat ik alle boeken uit deze reeks had gelezen, maar ik had dus het vorige boek niet gelezen. En daar kwam ik dus achter toen ik al halverwege dit boek was. Dus daarom snapte ik het af en toe niet helemaal. Maar oké, dat even terzijde. Dit boek gaat over Willow. Willow die heeft een hele moeilijke jeugd gehad en wordt dan eigenlijk half dood aangetroffen omdat ze zwaar mishandeld is en het gaat echt helemaal niet goed bij haar. Zij wordt gevonden door Quinn. Ze kent Quinn niet, maar Quinn is eigenlijk niet meer bij het ziekenhuis weg te slaan omdat Willow echt wel hele zware verwondingen heeft en ze geopereerd moet worden en het eigenlijk een wonder is dat ze deze operatie doorkomt. Het eerste wat Willow eigenlijk ook wil, zodra zij weer wakker is en het genezingsproces begint, is vluchten. Ze wil eigenlijk niet meer afhankelijk zijn van andere mensen en ze vertrouwt ook mensen niet, omdat ze gewoon veel te veel heeft meegemaakt. Ze heeft altijd een tas klaarstaan, omdat ze kan vluchten wanneer dat nodig is. Ze vindt het ook heel erg moeilijk om oude gewoontes los te laten, omdat zij gewoon niet anders weet in haar leven dan vluchten. Dan leert ze Quinn ook wat beter kennen en zijn familie. En die helpen haar ook met heel veel dingen, met kleding en allerlei dingen. En Quinn die heeft een boerderij. Een soort zorgboerderij waar mensen met trauma's komen. Die werken dan met paarden. En als Willow ontslagen wordt uit het ziekenhuis, staat Quinn er ook op dat ze bij hem komt logeren om helemaal te genezen van alles. Maar toch is hij elke keer wel bang dat Willow zou vluchten. Willow gaat op een gegeven moment ook een keer mee naar de paarden, want dan gaat Quinn altijd heel erg vroeg naartoe. En dan krijgt ze ineens een band met een paardje die eigenlijk zich heel erg moeilijk door andere mensen laat aanraken, omdat hij blijkbaar ook heel veel heeft meegemaakt. Maar ze voelen elkaar dus heel erg goed aan. Quinn is inmiddels ook eigenlijk wel heel erg hard voor Willow gevallen. En hij voelt dat zij de ware is, maar hij weet niet zo goed hoe hij dit bij Willow kan brengen, omdat hij bang is als hij dit aangeeft dat zij weer zal vluchten.
De grote vraag is ook of ze hier dus samen doorheen komen. Is de aantrekkingskracht van Willow naar Quinn er ook? En kunnen ze deze moeilijke obstakels doorbreken om toch een gelukkig leven samen te krijgen? En dat is wel heel erg moeilijk. Willow heeft ook wat gesprekken met Mason, want ze hebben een beetje dezelfde situatie gehad. En dat doet haar wel heel goed. Maar wat Willow ook besluit, dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Ik vond het echt een heel erg mooi boek en ik kan heel erg genieten van deze boekenreeksen. Ik heb ze dus bijna allemaal nu gelezen en ik vind het echt een prachtige reeks. Dan waren dit mijn gelezen boeken van februari. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij eens een van deze boeken hebt gelezen. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video benieuwd bent geworden om eens een boek te lezen die ik net opnoemde. Ik heb er in ieder geval heel erg van genoten. Ik vind het hele mooie boeken en kan ze zeker aanraden. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!